Ja, het kan haast niemand zijn ontgaan. Sportmanager Nederland heeft echt goede weken. Want naast de successen van Ajax in de Champions League en de ongelooflijke prestatie natuurlijk van Kiki Bertens werd vandaag officieel bekendgemaakt dat de Formule 1 na 35 jaar weer terugkomt naar Zandvoort. Nederlandse racefans moeten er 35 jaar op wachten, maar eindelijk is de kogel dan door de kerk. Vandaag wordt officieel bekend dat de Formule 1 terugkeert naar Nederland. En dat het iets wat oude en misschien wat moeilijk te bereiken circuit er weer bij hoort, dat is best wel bijzonder. Het is waar we heel hard voor gewerkt hebben en het is gewoon heel gaaf. Met een heleboel hobbels gegaan, maar ja, het is gewoon heel gaaf dat het echt een beetje against all odds gewoon gelukt is. Dus super trots. Ik had niet verwacht dat deze dag zou komen en ik moet toegeven, ik vind het echt heel knap dat ze het voor elkaar gebokst hebben. En ik denk dat het voor heel veel Nederlandse fans leuk is. Ik ben ook wel heel blij dat het in ieder geval nu het naar buiten is, want het was misschien wel het slechtst bewaarde geheim van Nederland. Zandvoort is een circuit waar je stalen zenuwen voor nodig hebt. Maar we hopen natuurlijk allemaal dat Maxi hopelijk wint natuurlijk. Dat lijkt ons natuurlijk meest briljant. Het is een hele bijzondere baan, dat zei hij ook. Hij zegt, kijk echt naar uit om hier vol gas met een Formule 1 auto overheen te gaan. Hij zal altijd voor het maximale gaan. Het allermooiste scenario is dat het Wilhelmus klinkt. Ik heb zelf als race mogen winnen voor thuispubliek en dat is een enorme kick. Ik denk dat je hier echt enorme oranje geks gaat krijgen met een waanzinnige massa. En dat met Max daarvoor, dat lijkt me echt een fantastisch beeld. En Max zelf is natuurlijk op zijn eigen manier ook super enthousiast. It's just a iconic historic track. Always good to have new tracks. Oh, new old tracks? Yeah. Did I say that correct? New old tracks? I think that's fine. Ja, Allard, we hoorden het Robert Doornbos ook al zeggen. Het was natuurlijk eigenlijk het slechtst bewaarde geheim. Het hing al onwijs lang in de lucht. Maar hoe is het dan toch voor jou om te horen? Het gaat definitief door. Ja, het mooie was, ik ga gisteravond slapen. Of eigenlijk lig in bed voordat ik ging slapen. Toen voelde ik me als een kindje van 8. Die weet dat er een nieuwe fiets voor zijn verjaardag in de kamer staat. Alleen je moet nog even een nachtje slapen voordat je hem uit mag pakken. Wat een lekker gevoel. Dat, ja, en het mooie was, om 11:40 zou de uitnodiging verstuurd worden aan iedereen. En ik werd ook om 12:00 vannacht wakker. En toch even gauw kijken. Ja, hij is inderdaad verstuurd. Zegt, goh, wat leuk, hè? Dan word je toch wakker. Hoeft niet eens een wekker voor te zetten. En waarom is de organisatie nou echt voor Zandvoort gegaan? Wat maakt circuit Zandvoort nou zo uniek? Ja, er zijn 34 Grand Prix gehouden. Zandvoort staat gewoon in de top 10 van circuits waar de meeste Grand Prix ooit gehouden zijn. Nog steeds. Ondanks het feit dat er 34, 35 jaar geen Grand Prix gehouden is. Dus dat is op zich al uniek. Het is een baan waar Niki Lauda gewonnen heeft. Waar helden uit het verleden gewonnen hebben, waar ook tragedies zijn gebeurd. Ja, en het heeft alles. Het is een natuurlijk verloop door de duinen. Als je er rijdt, is het waanzinnig. En het is een circuit dat als je een foutje maakt, dan betaal je een prijs. Kijk, afgelopen weekend in Barcelona, daar kon je de eerste bocht afsteken als je te laat remde en je sloot weer aan en je reed weer door. Als je hier ergens te laat rent, sta je in het grind, hang je in de vangrail, rij je door het gras. Maakt dat een moeilijk circuit? Nou ja, het maakt het in ieder geval spannender. Want je moet wel op de grens rijden, maar een foutje wordt afgestraft. Gaat toch nog heel veel veranderen ook aan? Dat valt op zich wel mee. Want de grindbakken blijven gewoon. Dat is ook wat het zo mooi maakt. Er zijn een paar bochten die worden iets aangepast om het inhalen te bevorderen. Het rechte stuk wordt iets breder gemaakt. De ingang van de pitstraat wordt sneller om pitstops te bevorderen. Maar het is niet zo dat wat iedereen nu wel zegt, van ja, het is een beetje oude bende geworden daardoor de jaren heen. Dat is eigenlijk helemaal niet zo. Nee, dat vind ik dus niet. Hè. En dan zeg ik ook wel eens, ben je de afgelopen jaren wel eens in Sao Paulo geweest, waar ze ook een Grand Prix houden. En daar hebben ze dan nu net wat dingen vernieuwd, maar dat was ook een oude bende. Dus dat is niet zo. Ze gaan alles natuurlijk wel, met een mooi woord, soigneren. Er zal een likje verf op gaan. De pitboxen komen er een paar bij, ze worden iets dieper. Maar er zijn absoluut geen hele grote veranderingen aan de baan nodig. We willen allemaal de ogen doen. Komt dit door Max, willen wij weten? Ja, tuurlijk komt dit door Max. Kijk, natuurlijk is er een heel team bezig geweest om dit voor elkaar te krijgen. En ik hoorde ook dat op de persconferentie iedereen elkaar schouderklopjes aan het geven was. Net als jongetjes van, oh jongens, we hebben het gered en het is goed gekomen. Maar dit komt echt op de konto van Max. Want Max is gewoon een nationale held van de Formule 1 geworden. En de prins die zegt, Maxi gaat winnen. Of
Ja, maar nou, nee, we hopen dat Max wint. Ik weet niet of Max dit circuit echt het beste circuit voor hemzelf vindt. En zijn vader Jos is ook al een beetje sceptisch over van, ja, hij moet niet iedereen hoeven gaan pleasen. Omdat er komt natuurlijk ook heel veel hospitality. Alle Nederlandse fans gaan daarop afkomen. Dus je moet hem wel een beetje afschermen. En Allard, tot slot, er wordt heel veel natuurlijk ook gezegd, is Zandvoort wel handig? Want qua logistiek, de treinen, het zit al vol qua auto's als het een beetje lekker weer is. Zandvoort is fantastisch. Want er komen 200.000 man over het weekend. Je kan met de trein, je kan op de fiets, je kan met de brommer, je kan met de auto, je kan met van alles. Op een zomerse dag komen er ook... Ja, maar het staat wel heel snel vast. Nee, maar dat is alleen als je geen verkeersplan hebt. Als je een goed plan maakt, en er is een plan om een heleboel, bijvoorbeeld misschien wel 10.000 elektrische fietsen ergens neer te zetten. Hoe mooi is dat plaatje? Met z'n allen door de duinen op de fiets naar de Grand Prix. En dat gaat lukken voor 2020? Nou, er wordt in ieder geval... Ja, absoluut. Want je denkt toch niet dat ze daar nog niet al lang mee bezig zijn? Heb jij al een hotelletje geboekt daar? Ik heb toevallig... net een camperplaats geregeld zijn. Ja, en eventueel kun je ook lekker op de fietsen. Natuurlijk. Ja, heb je net gehoord. Allard Fatima, dank jullie wel.